Pieter Omtzigt, je bent er toch wat dat betreft, Thomas. Ja. Het laatste nieuws is dat Romke het heel erg... Sorry, Romke. Ja, Wopke vindt het heel erg. Ik haal ze allemaal door elkaar, want ik wilde Epke zo op den ook nog gaan wandelen. Maar dat hij graag wil dat hij terugkomt, Wopke. Ja, nou, ze zeggen bij het CDA, ook als je de officiële kanalen leest... dan zeggen ze, we hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat hij wegging. En nu staat de deur nog open. Dus als Omtzigt in de komende maanden, als hij herstelt van zijn burn-out... dan zegt, nou, ik ga toch weer bij het CDA dan... is hij welkom, met open armen. Maar dit is helemaal verkeerd. Oh. Het is niet zo dat het een gunst is dat hij terugkomt. Nee, die Wopke en die gozer met die clowneske schoenen... Hugo de Jonge, beste mensen. Die zijn alleen maar met hun eigen carrière bezig geweest. Die Hugo heeft die verkiezing gewonnen van Omtzigt. Ja. Waarvan Omtzigt denkt dat het niet helemaal eerlijk gegaan is... omdat ze hem niet wilden hebben. Die Wopke die wilde niet op die stoel zitten, behalve... toen Omtzigt beloofd was dat hij er mocht gaan zitten, ging Wopke er gauw zitten. Die twee hebben verzuimd om eens een keer meteen in de auto te stappen... en naar Twente te rijden en met die man dat face-to-face uit te praten. Dit is een schijnheilig balletje, die gozer... die volledig uit de klauw heeft laten lopen... en aangetoond heeft dat hij niet zo'n partij kan leiden. En hij schiet helemaal niks op, hij heeft nooit teksten... en hij hoopt nu maar... dat de deur open staat en dat die mannen Twente terugkomt. Nou, die komen echt niet terug. Want bij de peilingen, dat zei ik net ook tegen hem, dat hoorde ik op de radio... dat als er nu verkiezingen zouden zijn, zou die 27 zetels hebben. Is die veel groter dan het CDA? Kijk, hij heeft CDA niet nodig, maar het CDA hem wel. Ja, zo ligt de positie. Zijn er op dit moment geen verkiezingen? Dat zou nog een tijdje kunnen duren ook. Maar desalniettemin is het verschil groot. Hij houdt een hele trouwe aanhang aan deze affaire over. Hoor. Er zullen ongeveer weer een paar teruggaan naar het CDA, als de dominee dat zegt. Maar hij houdt er ook nog wel het een en ander over. Maar is deze samenvatting van Johan Derksen een beetje... snijdt die hout? Waag het niet om dat te ontkennen. Nee, ja, ik ben heel voorzichtig nu. Nou, de zetelpeiling die Johan noemt is wel oud... Er is wel een recente peiling van 1Vandaag. Hmm. Die hebben dan bewust geen zetels gepeild... omdat het natuurlijk een beetje moeilijk te berekenen valt nu. Maar dan zie je de populariteit van Wopke Hoekstra... was 90% onder CDA-kiezers toen die lijsttrekker werd. Ja. Is nu gezakt naar 51%. Okay. En daar moet je wel zorgen over maken bij het CDA, want dat is wel heel laag. En kijk, over Omtzigt is nu vanavond het nieuws... dat Omtzigt in zijn document had staan dat er 1 miljoen gedoneerd was aan het CDA... Ja. Hij had het over 3 donateurs en dat die invloed verkregen op het verkiezingsprogramma door hun donatie. Nou, nu heeft het CDA bekendgemaakt dat het niet om 3 donateurs gaat, maar om 1 donateur. Hans van der Wind heet die man. En die is ook voorzitter van de fondsenwervingscommissie. Diezelfde man? Ja, diezelfde man. Die moest geld binnenhalen, zeg maar. En daar zit wel iets geks in. Het CDA zegt nee, absoluut, we werpen het echt ver van ons dat die invloed heeft verkregen hierdoor. Maar in het stuk van Omtzigt zit ook een mail van dezezelfde man... waar je uit op kan maken dat hij aan de bel trekt... dat Hugo de Jonge als lijsttrekker niet zoveel donateurs binnenhaalt. Hij is van de fondsenwerving. Hij zegt, wil niet echt lukken, die donateurs die komen niet. Ja. Vervolgens wordt Hoekstra de lijsttrekker... en doneert deze man zelf dus een bedrag van minstens 1 miljoen euro. Dat is een raar verhaal. Dat is een opmerkelijk verhaal, maar ze zeggen... hij heeft er absoluut geen invloed mee gekregen. Maar er hangt wel een gekke zweem omheen natuurlijk. Maar hij moest geld binnenhalen, dat kwam niet, toch gaf hij het zelf. Maar 1,2 had hij toch nog liggen of zo? Ja, dat zie je wel vaak, ook bij amateurvoetbalclubs. Zo, dat dan een van de rijke bobo in de fondsenwervingcommissie gaat zitten... en dan zegt, nou, als het niet lukt, dan betaal ik het zelf wel. Dat lijkt nu gebeurd te zijn bij het CDA. Maar hij deed het bij Hugo niet en bij Wopke wel. Precies, en daar kan je wel je vraagtekens bij zetten van hoe zit dat nou? Maar het CDA nogmaals zegt absoluut niet geen invloed. En hij zelf zegt ook, nee, ik ben al 15 jaar betrokken bij het CDA... al sinds ik kan stemmen. Ben ik CDA'er en ik heb absoluut geen invloed verkregen. Okay. Hij zegt, ik ben een christendemocraat. En die grondbeginselen, daarom heeft hij die miljoen gedoneerd. Wat denk jij hiervan, Johan, als je dit hoort? Ja, dit is heel onduidelijk. En in de politiek zullen ze zeggen, dit gaan we tot de bodem uitzoeken. Maar ik vind, wat ik op hem tegen heb... hij wist dat Omtzigt de baas zou worden. En hij had nooit de ambitie. En ondanks het feit dat Wopke wist dat Omtzigt die positie zou krijgen... en het was hem beloofd, ging hij gauw op die stoel zitten. Hoe kan Omtzigt ooit die man nog vertrouwen? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik denk ook niet dat hij ooit terug zal keren, hoor, Omtzigt in die fractie. Overigens, die belofte, hè, want Omtzigt beweert in dat stuk... dat hem door de vorige voorzitter van het CDA is beloofd... dat als Hugo de Jonge opstapt als lijsttrekker... dat hij dan de lijsttrekker zou worden. Daar is nergens zwart op wit iets van terug te vinden. En ik heb ook wel veel CDA'ers gesproken de afgelopen dagen. Die ontkennen dat allemaal. Die zeggen, nou, die belofte is nooit gemaakt. Zou ook een beetje een gekke belofte zijn om Het is ook niet zo ongebruikelijk als de jongen
met heel weinig stemmen meer de verkiezing wint... Ja. Dat als hij dan opstapt, dat hij dan opschuift. Dat had ik niet zo onlogisch gevonden. Ja. Even een kritische noot over Omtzigt. Iedereen is natuurlijk laaiend enthousiast, dat zijn we allemaal. Maar al die verhalen over dat hij nogal labiel is en nogal emotioneel is... en dat hij wel eens met spullen door zijn kamer gooit enzovoort. Wat is daarvan waar? Als je daarover rondvraagt in het Tweede Kamergebouw... dan hoor je wel veel mensen die ook een andere kant van Pieter Omtzigt kennen. Dat kan ik niet ontkennen. Het is een man die hoog in de emoties zit. Bevlogen noem je dat dan. Veel passie. Maar dat slaat soms ook wel eens door. Hè. Het verhaal dat hij met iets gegooid zou hebben... dat stond ooit in de Telegraaf in de column van Wouter de Winter. Maar dat hebben we later wel toch ook van meer mensen gehoord... die dat echt konden bevestigen. Dus... Maar die mensen die dat zeggen... dat zijn die mensen die daar al jaren zitten te slapen. En hij was de enige die die toeslagenaffaire naar boven haalde. Dus hij heeft ook wel een paar goede kanten. Nee, dat lijkt me ook, absoluut. Maar het is een emotioneel mens, dat kan toch? Ja. Dat is allemaal wel eens emotioneel. Ja, we hebben ook kamerleden die hun vrouw slaan. Die zitten er ook nog steeds. Dat is, je bedoelt, Dion Graus heb je nu over. Ja. En hij had ze ook hoe kun je het raden? Dan zeg je? Ik zeg, hoe kun je het raden? Nee, maar die had ook nog weer iets... Laatst toch weer een situatie met NRC. Er was ook weer een artikel gekomen dat hij ook met een medewerkster toch weer iets had. Zeker, ja. En dat is eigenlijk... Ook daar had hij dingen mee gedaan, een vrij jonge medewerkster ook. Alleen die heeft geen aangifte gedaan. En Wilders zegt daarvan, ja, ik kan Dion Graus niet aanpakken. Want als je geen aangifte doet, dan kan ik niks. Dus die zaak blijft nu sluimeren. Maar ja, NRC had toch wel vrij gedegen onderzoek gedaan naar deze meneer Graus. Ja. Dat was geen zuivere koffie. Nee, duidelijk. We gaan weer terug naar het voetballen, Jan, want je bent even weg. Serieus? Terwijl die man die man ziet er wel heel betrouwbaar uit. Uitermate. Ja. Ik dacht dat... niks mis mee. Den Haag vandaag was... Ja, even er tussendoor natuurlijk. Johan wil breder, hè? Dat merk je nu. Wil even... Er gebeurt meer in dit land dan een paar van die kutwedstrijdjes, hoor. Even proeven, hè? Even aan proeven gewoon. Dat moet kunnen. Zo. Mis niks van de Oranje Zomer. Ga naar veronicainsite.nl.